Echte pioniers begeven zich het liefst van al op onbekend terrein. Daar moeten ze het pad effenen en risico's nemen om aan het einde van de rit als eerste de vruchten te kunnen plukken. Veel vruchten vallen hier niet te plukken. Maar in zijn geval kunnen we de oogst wel best indrukwekkend noemen. 300.000 exemplaren in amper 8 jaar tijd. De Nissan Leaf was destijds niet alleen de eerste in zijn soort, tot op vandaag is het nog steeds de meest verkochte elektrische wagen ter wereld. Na zijn debuut in 2010 is de Leaf nu ook de eerste die klaar is met een tweede generatie. En die introduceert wat meer seksappeal, wat meer maturiteit. Alsof Nissan ons wil zeggen dat de elektrische wagen nu helemaal tot ontwikkeling is gekomen. De V-vormige grillen en de scherpere blik met boomeranglichten moeten de Leaf in de smaak doen vallen bij een breder publiek. Ook binnenin is de Leaf volwassen geworden, met een sterk verbeterde assemblagekwaliteit en een smaakvolle inrichting. En tot slot groeit ook de koffer mee. Het volume bedraagt voortaan 435 liter. Met alle respect voor het baanbrekende werk van generatie 1, maar deze tweede Nissan Leaf doet het op alle vlakken net een streep beter. Ook mechanisch, want ook de elektrische aandrijflijn komt alweer een pak performanter voor de dag. De nieuwe Leaf ziet zijn rijbereik opgetrokken tot een theoretische 378 kilometer. In praktijk mag je rekenen op een goede 270 kilometer. En dat is voorlopig het beste wat we al genoteerd hebben bij de compacte EV's. Je hoeft dus niet meer van het ene stopcontact naar het andere te rijden. En tussen de twee stopcontacten in is het vooral veel plezant te rijden. De 100% elektrische aandrijfgroep van de Nissan Leaf ontwikkelt voortaan 150 pk en 320 Nm, respectievelijk 38 en 26% meer dan zijn voorganger. Die progressie stuurt de prestaties aanzienlijk omhoog. Zo duurt het klassieke spurtje van 0 tot 100 km per uur minder dan 8 seconden. Ook technologisch heeft de Leaf aparte features, zoals het e-pedal system, dat rijden nog comfortabeler maakt. Je hoeft eigenlijk je rempedaal nog amper te gebruiken. Om te vertragen volstaat het gewoon om je rechtervoet te lichten. Net als de Nissan bestseller Qashqai is ook de Leaf voorzien van de semi-autonome ProPilot. En parkeren, dat doe je gewoon met één enkele vinger.